Wij merkten bij de gemeente Tilburg qua autoverhuurders dat zij veel auto's op een gegeven moment verhuurden aan criminelen. We kwamen eigenlijk toen met die informatie via de politie in aanraking. Omdat de politie bij allerlei grootschalige onderzoeken dit als een soort trend eruit haalde. Van goh, we zien wel echt heel veel auto's die gebruikt worden van die autoverhuurbedrijven. En dat was een soort, als een rode draad liepen door heel veel dossiers heen. Wij hebben dat aangepakt door op het moment dat die bestuurlijke rapportage aangeboden werd en bekend werd, te gaan kijken van goh, wat ligt er nou binnen de mogelijkheden om maatregelen te nemen of ze aan de andere kant echt bewust te maken van wat zijn nou precies de gevaren als ik me inlaat met criminelen. Ik denk dat de leerpunten achteraf gezien waren dat je echt goed op tijd met zo'n projectgroep aan de gang moet en dat je ook al in een zo vroeg als mogelijk stadium de ondernemers betrekt.